Het coronavirus houdt ons land in de rem. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Welkom bij het tweede uur van de We Make the City Marathon. Mijn naam is Servas en dit is Public Space, Reset Public Space, waar we praten over de toekomst van onze stad. Van wie is onze openbare ruimte, wie heeft er zeggenschap op en wat is de openbare ruimte? Ik spreek vandaag met een aantal interessante sprekers. Hier aan tafel hebben we Danielle de Bruin van Sweco en we hebben Eveline van Leeuwen. En zij is Scientific Director van AMS Instituut hier in Amsterdam. Ik kom zo meteen bij jullie. Verder spreken we met Marco de Brommelstoet, de fietsprofessor, professor Urban Mobility Future van de UvA. En hij komt zo bij ons via Zoom. We spreken ook met Alexander de Hoge en Joyce van Brecht. Joyce van Brecht is verbonden aan de HVA en zij doet onderzoek naar openbare ruimte en vooral ook gedragsverandering en hoe mensen daar dan mee omgaan. Dat zometeen, maar we beginnen met Alexander de Hoge. Alexander de Hoge is in Amsterdam vooral bekend vanwege het onderzoek naar de nieuwe brug over het IJ. Maar hij is ook architect. Hij is verbonden aan MIT en heel veel andere interessante onderwerpen waar hij mee bezighoudt. Alexander, fijn en goed je zo weer te zien. We hebben een tijdje geleden elkaar gesproken in de zomer rondom jullie voorstel van het commissie voor de nieuwe brug over het IJ. En we hebben toen lang doorgesproken over wat dat zegt over de structuur van steden. Dus ik ben heel blij met dat we kunnen praten met jou over de toekomst van onze stad. Het idee van de stad en hoe dat impact heeft op de openbare ruimte. Welkom. Hallo, dag Servaas. Goed dat je er bent. Want om daarmee te beginnen. We hebben elkaar toen gesproken. We hebben een videootje opgenomen over de bruggen. En hoe dat dan de plannen voor de brug over het IJ de stad zou vermaken. En hoe bijzonder het is dat de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat samenwerken aan zo'n project. Maar we spraken daarna, en dat was helaas niet op video, dus dat gaan we nu op video leggen. Over wat dat zegt over een stad als Amsterdam. En je gaf een verbinding tussen Antwerpen, Amsterdam en New York. Kan je daar iets over vertellen? Hey, ja, zeker. Dus ik moet zeggen, zoals je, jij weet dat, maar de andere mensen weten dat misschien niet. Ik werk al een tijdje in Antwerpen, maar wij doen ook een aantal projecten in New York. En, ik heb daar ook een afdeling van mijn onderneming, van het ontwerpbureau. En ik vind het ontzettend boeiend om in die drie steden tegelijk actief te mogen zijn, omdat er, als je kijkt naar de historiek, naar de geschiedenis van die steden, en zelfs naar een stuk de structuur ervan, dan hebben ze iets gemeenschappelijk. En zou je kunnen zeggen dat er eigenlijk zowel in New York als in Amsterdam als in Antwerpen een soort van idee over tolerantie, gedogen, ja, zelfs zal ik durven het woord gebruiken, vrijheid bestaan heeft op verschillende momenten in die geschiedenis en eigenlijk bijna doorgegeven is. Hè. Dus van Antwerpen op een gegeven moment doorgegeven naar Amsterdam, op een gegeven moment dan weer doorgegeven naar New York. Het zijn heel eigenaardige steden, vind ik, omdat ze vanuit een bepaald soort idee over vrijheid en gebrek aan autoritaire overheid zichzelf hebben gedefinieerd en ooit de fakkel aan elkaar hebben doorgegeven. En daarmee bedoel je dat in de 80-jarige oorlog, na de val van Antwerpen, Antwerpenaren naar Amsterdam getrokken zijn en natuurlijk Amsterdammers naar New York getrokken zijn. Dat is de link die we moeten leggen? Ja, absoluut. Ja, dus het gaat dus heel specifiek in het geval van Antwerpen. Bij de val van Antwerpen, dit is in 1585, Antwerpen was toen de rijkste, meest welvarende en meest diverse plaats in West-Europa. Ontzettend de prachtige diversiteit aan gemeenschappen, echt een soort van smeltkroes van Europa. Maar 100.000 inwoners. 100.000, waarvan er dus na de Spaanse invasie nog 40.000 overbleven. Dat vult je in je straat van elke 5 mensen en dat er morgen nog 2 zijn. Dat is een totale ontvolking, dat is een volledige afschaffing van eigenlijk een beschaving. Een instant beschaving die opgebouwd is rond handel, tolerantie, kunst en cultuur, maar eigenlijk heel hard opgebouwd rond ondernemerschap en een idee van vrijheid.
Een groot deel van die mensen die het gehaald hebben, zijn dan gevlucht naar Amsterdam en andere plekken noordwaarts. En een aantal ervan zijn dan weer doorgeëvolueerd naar, zal ik zeggen, Nieuw-Amsterdam. We hebben twee foto's die we kort kunnen laten zien. Misschien de eerste foto van de beelden van stadsbeelden, van de drie stadsbeelden. Kijk even naar de regie of we dat kunnen laten zien. Ja, hier. En vervolgens de straatstructuren. En die vond ik wel fascinerend. Dat is de volgende slide. Ja. Wat zien we? Ja, nee, maar kijk, ik denk dat er een heel belangrijke relatie... Kijk, er zijn allerlei soorten steden. En om de specificiteit van de as Antwerpen, Amsterdam, New York te begrijpen, moeten we het even vergelijken met ja, je hebt steden gebaseerd op een geloofssysteem, op een religieuze dominantie, bijvoorbeeld Rome of Jeruzalem. Je hebt uiteraard heel veel grote steden gebaseerd op een imperiale of autoritaire vorm, dus de regeringssteden of de behuizingen van overheid. Ja. Deze steden zijn anders. Als je kijkt naar de stadsstructuur van New York. New York is eigenlijk voor een groot stuk gevormd door de Commissioner's Grid uit 1812. Dat is een gigantisch grid dat eigenlijk heel Manhattan, dat ken je wel natuurlijk. Dat is een vorm die eigenlijk geen centrum heeft. Het is gewoon een uitrol van opportuniteit en potentie. Als je dan terug gaat kijken naar het Amsterdam van de 16e eeuw, dus die grachtengordel, die toen aangelegd is, zou je eigenlijk kunnen interpreteren als een geplooid grid. Hè? Dus het interessante is dat het geplooide grid van Amsterdam en het rechtgetrokken grid van New York beide gemeen hebben dat er geen centrum is, geen autoritaire plek hè, waar het standbeeld van de koning of weet ik veel staat die alles overziet. Nee, het is een fundamenteel egalitaire structuur. Dat is iets heel, heel boeiend. En natuurlijk, als je dan in Antwerpen gaat kijken, vind je dat in die oudere stadsvorm daar ook. Je zou kunnen zeggen dat de grachtengordel in Amsterdam, die uiteindelijk het resultaat is van relatief corrupte vastgoedoperatie, opgezet door een aantal uitgeweken Antwerpenaars van protestantse en Joodse origine, waar 3000 woningen zijn gebouwd met woekerwinsten, zeer interessant project, dat het eigenlijk een optie was van die mensen om Antwerpen te herbouwen op een manier zoals het in Antwerpen zelf niet had gekund. Omdat het de stad al een pak ouder was, veel meer volgebouwd. En je mag niet vergeten, Antwerpen had in 1221 al haar vrijheidsrechten opgeëist ten opzichte van de feodale machten. Dus Antwerpen was al wat vol. En het prachtige grachtenproject dat die mensen dus hebben gerealiseerd als een vastgoedproject, is een verzinnenbeelding van hoe het de stad eigenlijk moest zijn volgens een groep handelaren. Fascinerend, want je zagen net de plattegronden van Google Maps, hoe dat er dan uitziet. En dus inderdaad, als je Amsterdam met het wiel, met een grid, maar dan een gebogen grid. Het leuke is altijd als mensen in Amsterdam komen, voor het eerst in Amsterdam gaan fietsen, dan ook echt kilometers om gaan fietsen. Omdat ze denken, ik moet gaan de Keizersgracht af fietsen als ik bij de Brouwersgracht moet zijn in het begin bij de Amstel. Dat dan toch niet de beste route is. Dat is dus, het is zo simpel dus dat je zegt, oké, in Antwerpen is een middeleeuwenstructuur, dan is het Amsterdam eens geprobeerd vanuit die handelaren dat echt een project op te zetten. En in New York is dat dus nog verder doorgevoerd als in kilometers, tientallen kilometers lang, gewoon recht. Rechthoeken. Zeker, ja. Ik zou eigenlijk willen argumenteren dat enkel voor Antwerpen kan ik je niet helemaal volgen, omdat eigenlijk die stad ook haar oudere structuur, 15e, 14e, 15e, 16e eeuw, is een soort van vervormd grid, gebaseerd op de as van de Schelde en de loodrechte straten daarop, min of meer. En daar zijn ook heel wat vlieten aangelegd, noemt men dat, dus kanalen en dokken, ook zeker aan de noordzijde van de Antwerpse Gouden Eeuwstad dan, die eigenlijk al een verzinnenbeeld of een voorafspiegeling zijn van wat straks met de grachtengordel in Amsterdam dan op een meer geperfectioneerde manier kristalhelder neergelegd wordt als een ultieme vorm van een egalitaire maatschappij zonder gezag van boven, maar een maatschappij die zichzelf organiseert en verrijkt. En als je dan kijkt naar, zo'n project wat dan echt opgezet is, en als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een stad als Parijs, die natuurlijk bekend is vanwege de mooie boulevards en de Arc de Triomphe, met de Champs-Élysées, naar allemaal mooie paleizen en andere mooie gebouwen. Dat hebben we niet. Maar we hebben wel best mooie omgevingen eigenlijk in de drie steden. Ja. Hoe landt dat dan in openbare ruimte? Hoe is dat dan anders? Ja, maar het is een gigantisch belangrijk argument wat je maakt, denk ik. Omdat bijna... Dus
Een groot deel van de Europese stadsvorm vanaf de 16e, 17e eeuw is niet zoals Antwerpen, Amsterdam, dan later New York, is zoals je zelf omschrijft, zoals Parijs. Maar Parijs zelf is gebaseerd op Rome, en vooral het Rome van de katholieke contra-reformatie, ja. Waar je eigenlijk een aantal grote boulevards geeft met obelisken op het einde, die in een, ja, in plannen als een soort van driehoekige structuur, allemaal grote driehoeken, die een stad die op dat moment relatief ruïneus is, hè. Rome is half verlaten, staat half leeg, is echt een droevige aanblik, wordt geherkoloniseerd, maar vanuit een top-down idee van macht natuurlijk, de macht van de Rooms-Katholieke instellingen, die zichzelf heraffirmeert. En die stadsvorm, top-down, wordt hergebruikt door de Parijzenaars, met groot succes in het Haussmann-project en eigenlijk zelfs in het Moskou van Stalin. En zo wordt. Dus de autoritaire stadsvorm heeft een onvoorstelbare geschiedenis, wordt gerecycleerd bij alle mogelijke grote stadsprojecten. Natuurlijk omdat het vaak top-down operaties zijn die ergens het welzijn van een staat of een hogere overheid moeten etaleren. Het niet zo in het verhaal van die drie steden waar we het nu over hebben. En dat maakt hun conditie zo interessant. En hun straten, dus er zijn geen grote monumenten, er zijn geen brede boulevards, er is geen monumentaliteit voor een hoger idee. Het is enkel een ode aan onszelf. Dat is toch prachtig. Ja, dat is zeker. Maar dat betekent ook dat er enorm gevecht is om dan die openbare ruimte. Hoe was dat in, als je 100 jaar terug gaat, 400 jaar terug gaat? Oh ja, ik denk dat het absoluut van alle tijden is. Dus de competing claims in het openbaar domein, dus de straten, wordt overwochten omdat er ook geen hiërarchische ordening is. Hè? Omdat de very idea of authority eigenlijk in deze plek ook moeilijk aanvaard wordt, wordt er voortdurend gevochten om de ruimte. Dat is natuurlijk in alle steden zo tot op zekere hoogte, maar in die meer egalitaire steden nog meer dan op andere plaatsen. En dat is natuurlijk heel goed, maar dat zorgt voor voortdurende spanning. Dus het gevecht wat we nu hebben is dus ook best wel is echt gewoon continuïteit wat eigenlijk al die tijd al was. Absoluut, absoluut. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk als dat gevecht ooit opgelost is, dan verliezen we de essentie van onze stedelijkheid. Mooi. En ik ben heel erg benieuwd naar wat ook het verder voor vandaag brengt. Maar Alexander, enorm bedankt voor jouw mooie verhaal. Ik wil heel graag nog een keer met je doorpraten over hoe dat dan met die projectontwikkelaars uit Antwerpen die dan Amsterdam vorm hebben gegeven en waarom dat ook corrupt is. Dat vind ik wel een fascinerend ding. Ik heb dat was twee namen. De families Koetgens en Kromhout hadden iets in de... Ah, heel goed. Dat houden jullie te goed. We gaan uiteraard niet mensen... daar gaan we gewoon nog een keer goed over doorpraten. Vanuit Pakhuis de Zwager maken we natuurlijk een hoop programma's over verschillende thema's. En volgens mij moet dit ook gewoon een hele mooie zijn. Alexander, dankjewel voor je tijd en tot een volgende keer. Dankjewel. Ja, ik vind het altijd wel fascinerend om te zien hoe zo'n stad vormt. En volgens mij, tenminste, daarom wil ik heel graag met hem praten, omdat dat wat zegt over hoe we gekomen zijn, waar we gekomen zijn. En Evelien van Leeuwen, jij bent Scientific Director van AMS Instituut. AMS Instituut. EMS Instituut, sorry. Ja, ik moet het natuurlijk op het Engels zeggen. Wat is het EMS Instituut? EMS Instituut is een samenwerking tussen Wageningen Universiteit, Delft Universiteit, MIT en de gemeente Amsterdam. Ja. En het richt zich op Advanced Metropolitan Solutions. Daar staat die EMS voor. Dus een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen om te zoeken naar oplossingen voor een betere stad. Mooi. En jij hebt je bent ook verbonden aan de Universiteit Wageningen. Ja. En je hebt onderzoek gedaan naar hoe mensen anders zijn gaan kijken naar de openbare ruimte in de coronatijd. Ja, ik heb een leerstoel stedelijke economie, urban economics. En in urban economics is ruimte cruciaal. Want eigenlijk wat je daar doet is je kijkt naar hoe ruimte de keuzes van bedrijven of van huishoudens beïnvloeden. En toen de lockdown ook kwam, was ik heel benieuwd naar hoe dat nou een verschillend impact heeft in de stad of op het land. Hoe ruimte daar een rol in speelt. Dus we hebben een survey uitgezet en gekeken naar het welzijn van mensen. Ja. En daarin vonden we dat voor de lockdown er geen significant verschil was. Dus er hebben ruim 2000 mensen hebben meegedaan aan de vragenlijst. En tijdens de lockdown was er een relatief groot significant verschil. Ten nadele van de mensen die in de stad woonden. Oké. En, en waar komt dat dan door? Dat zijn we natuurlijk ook nader nog aan het onderzoeken. Maar eigenlijk komt dat door de ruimte en het gebrek aan ruimte in de stad, zowel binnen als buiten. En je zag bijvoorbeeld dat mensen, vooral in de meer rurale, meer landelijke gebieden, eigenlijk meer gingen bewegen bijvoorbeeld, meer naar buiten gingen. En voor de mensen in de stad was dat juist veel beperkter. Dus die hadden en binnen en buiten minder ruimte, waardoor ze zich ook meer opgesloten voelden en ook minder gezond en minder gelukkig voelden. En hoe...
Daar gaan we zo meteen nog veel over doorpraten. Hoe luister je naar Alexander de Hoge, naar dat verhaal? Ik ben dat bekend was, maar... Nou ja, dat is heel interessant hoe de geschiedenis en hoe wij natuurlijk ook de stad maken. En hoe keuzes in het verleden ook nu de layout van de stad nu bepalen. En daar voor- of nadelen van hebben. Is dat herkenbaar als je die voorbeelden hoort? En hoe dat dan uit die groepen tegen elkaar strijden of eigenlijk om ruimte concurreren? Is dat herkenbaar in hoe je dat in je onderzoek naar voren hebt zien komen? Of is het eigenlijk... Is dat te ver van elkaar? Nou, ik denk wel dat verschillende delen van de stad natuurlijk verschillende fysieke omstandigheden hebben. Dus je hebt natuurlijk plekken in de stad die heel erg dynamisch waren voor de lockdown. Ja. Waar mensen op kleine appartementen wonen met weinig buitenruimte. En daar gebeurt wel van alles, maar nu gebeurt er heel weinig. Dat ook de impact daar anders is dan in wijken die ruimer zijn in de stad. En ik ben ook heel benieuwd, dat kunnen we nog niet zien, of er ook een herwaardering komt van verschillende type wijken in de stad. Dus wijken die eerst misschien minder interessant waren en met minder mooie huizen, maar wel ruimere huizen, een beetje jaren 70 wijken, jaren 80 wijken, die nu misschien wel veel interessanter worden voor mensen die wel in de stad willen blijven wonen, maar toch meer ruimte binnen en buiten. En dat er misschien een nieuw soort gentrification in de stad komt van... verandering in preferenties. Dus dat betekent dat er dan eigenlijk een beweging komt van traditionele centrumwijken, populaire wijken naar buiten de ringen. Je ziet nu al dat mensen, bepaalde mensen die zich dat ook kunnen permitteren, de stad uitgaan. Mm-hmm. Dat was al zo in Amsterdam. Vooral jonge mensen met kinderen, die trokken al meer de stad uit dan er van binnen kwamen. Dat is nu versterkt, dat zien we ook. Maar het zou ook heel goed kunnen, en dat zien we denk ik nog minder in de cijfers, dat er ook een verschuiving in de stad komt. En jij hebt een economische achtergrond, toch? Ja. Kan je ook waarde plakken, bijna financiële waarde, op openbare ruimte? Ja, dat doen we ook graag. Tenminste, economen die willen graag van alles vertalen in monetaire waarde. En dat loopt niet altijd goed af, maar het kan ook voordelen hebben. En ja, tuurlijk heeft openbare ruimte een enorme waarde. Het is de ruimte voor infrastructuur, voor het verplaatsen van goederen, het verplaatsen van mensen die naar hun werk gaan of die naar winkels gaan. Het draagt bij aan veiligheid in de stad, op een negatieve manier, maar ook toegang van bijvoorbeeld de brandweer om te zorgen voor veiligheid als er brand is. En daarnaast, waar heel direct een mooie, prettige openbare ruimte heeft invloed op woningprijzen. Ja. Maar ook op het soort mensen dat er in de stad wil wonen. Het is een vestigingsfactor voor zowel bedrijven als voor huishoudens. Dus het trekt bepaalde type mensen aan, bepaalde type bedrijven aan, die je misschien wel of niet wilt hebben in de stad. En wat is dan de impact daarvan op? Want ik kan me voorstellen dat de effect van die prijzen en die waardering van die openbare ruimte nogal impact heeft op de keuzes die erover gemaakt worden. Is dat ook echt zichtbaar nu? Hoe bedoel je dat precies? Als blijkt dat dus inderdaad je wil een buurt, wil je dat het beter gaat, je wil dat de huizenprijs omhoog gaat, dan kan je inderdaad parken aan gaan leggen. Ja. Wordt er zo? Ja, zeker. Ja, absoluut. Dus er zijn verschillende studies die kijken naar het effect van groen. Hè. Ja. Dat kan alleenstaande bomen zijn, maar ook parken zijn op woningprijzen. En wat je dan doet is je zoekt twee woningen die zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Ja. Alleen het aanbod van groen is verschillend. En dan kijk je naar wat is dan het verschil in de prijzen van die woningen. En dan kan je zeggen, nou, dat wordt deels daardoor veroorzaakt. Maar dat kan je ook op andere manieren doen. Dus ook zijn studies naar het effect van windmolens op woningprijzen. Of misschien op onveiligheid of criminaliteit op woningprijzen. Ook van cultuurhistorie bijvoorbeeld. Dus als je meer in een cultuur is door een kerk, heeft ook een positief effect op woningprijzen of ook op bedrijven die daar in de omgeving Maar ik kan me ook voorstellen dat daar kan je natuurlijk in heel veel knoppen draaien om en keuzes over maken wat je wel meeneemt, wat je niet meeneemt. En wat natuurlijk je einddoel is. Je einddoel dan inderdaad zo hoog mogelijke woningprijzen? Of... Nou ja, precies, want aan wie komt dan dat voordeel toe? Dat komt dan aan de huiseigenaren toe, zou je zeggen. En dat zit ook nog in die woning. Dus ik denk niet dat je over het algemeen wilt optimaliseren dat de huizenprijzen zo hoog mogelijk zijn. Maar dat laat wel iets zien van hoe mensen die dat groen waarderen en wat ze er dus eigenlijk voor over hebben. Ja, maar dat... en is er dan een verschil tussen stad en platteland? Want ik kan me voorstellen dat het inderdaad... Nee, het heeft allebei voordelen. Wordt daar dan anders naar dan zo'n openbare ruimte gekeken?
Ja, ik denk dat, dat er verschillen zijn. De openbare ruimte is natuurlijk verschillend. Hè? Ja. En we houden als mens houden we ook van diversiteit. Love for variety noemen we dat. Mm-hmm. Hè, dus één boom in de stad is, hè, dat is bijzonderder dan een boom zeggen op het platteland. En ruimte in de stad heeft ook een andere waarde in die zin dan op het platteland waar veel meer ruimte is. Duidelijk. We hebben een filmpje voorbereid. En dat is een filmpje uit de jaren 70. Laten we er even naar kijken. Dat geeft een mooi beeld over hoe lang dit gesprek al bezig is. Hm. Ik wek mijn vader zondagsmorgens altijd. En dan gaan we met de wagen gaan we naar een kleine dorpje. En dan zie je allemaal mooie huizen. En veel mooie. Nou, dus waarom zouden wij dat niet kunnen hebben? En je ziet ook altijd van het mooie gras en bomen. En dat hebben wij hier allemaal niet. Zou je niet graag weg willen? Ik heb heel erg leuke vriendjes. En ik zit op de Albert Kaarschool en het is een hele leuke school. In de klas hebben we met elkaar gepraat over dingen die we niet goed vinden in de pijp. Dat was een hele lijst. En wij willen er alles aan doen. En we zijn begonnen met de opstel te gaan schrijven. De toestand in de pijp, de auto's. Het is niet meer uit te houden met al deze auto's. Er is geen ruimte meer. Er sterven duizenden mensen door de ongelukken. Er komt veel meer luchtvervuiling door. Alles wordt besteed aan parkeerterrein. Waarom neemt iedereen geen fiets? Daar ben ik het wel mee eens. Ja, een mooi filmpje. Dit is, het hele filmpje staat op YouTube. Op het account van Bicycle Dutch. En we hebben op onze website hebben we het ook linkje gezien. Het is zeer de moeite waard om te kijken. Danielle, ja, dat is Danielle de Bruin, je bent onderzoeker bij Sweco. Ja, klopt. Ik vind het fascinerend. Dat... Ik zou deze jongen onmiddellijk opsnorren. Ja. En nu voor de camera halen hoe hij er nu over denkt. Echt heel prachtig. Ja, dat is zeker mooi. Want jij hebt ook onderzoek gedaan naar eigenlijk hetzelfde effect. En hoe mensen kijken naar openbare ruimte. Op een heel andere schaal inderdaad. Ja, misschien een korte introductie. Ik werk bij Sweco, een groot ingenieurskantoor. En ik werk op de afdeling mobiliteit. Mm-hmm. En bij Sweco werken we aan het thema mobiliteit niet vanuit een systeem, maar eigenlijk vanuit de inpassing van mobiliteit in de grote uitdagingen waar we nu voor staan. Dus dan kan je natuurlijk denken aan het klimaat. Je zei ook, er komen verschillende crises nu bij elkaar. We zeiden, is het woord crisis wel optimistisch genoeg voor deze uitzending? Maar goed, we zitten ermee. We zitten in een digitaliseringsslag. We zitten in een slag naar gezonde en veilige leefomgevingen. En hoe kan mobiliteit daar nou zijn plek in vinden, hier en nu? En in dat kader hebben we inderdaad gekeken naar hoe wij nu in de anderhalve meter samenleving zoveel mogelijk reizigers een duurzame keuze kunnen geven. He, want vanuit gezondheidsperspectief wil je natuurlijk liefst iedereen in zijn eigen auto hebben. Maar vanuit de perspectief op de ruimte en op de stad en op de veiligheid zou je eigenlijk zoveel mogelijk mensen juist op de fiets en in het OV willen hebben. En hoe gaan we dat dan organiseren? Daar gaat ons onderzoek over. En je hebt een filmpje ook meegenomen? Klopt, laten ja. Laten we er ook even kort naar kijken. Ja. Hier laat ik een model zien wat we hebben gebouwd voor Stockholm. Dit is een station met vier lagen, vier niveaus. Van beneden tot boven is 100 meter verschil. Er komen vier metrolijnen bij elkaar. En mensen moeten eigenlijk zo min mogelijk tijd in het station doorbrengen. En ze hebben ons de vraag gesteld, nou, hoe kunnen wij nou voor zorgen dat mensen niet verdwalen in dat grote station wat wij gaan bouwen. En dat ze niet onnodig blijven hangen en daardoor knelpunten kunnen ontstaan. Of hoe bewegen deze mensen zich nou over die stationshallen? En wat we hier zien is bijvoorbeeld de stationshal met een aantal roltrappen. Nou, hoe verdelen die mensen zich nou over die roltrappen? Hoe gaan ze vervolgens over die flyover weer naar de andere kant? En hoe lang duurt dat? Dat was eigenlijk de hoofdvraag. Ja, dit is een rendering. Zij vertelt over hoe jullie hebben gewerkt aan het station in Stockholm. Klopt. Dat is een soort nieuw centraal station. Ja. En wat laat dit zien? Wat dit laat zien is dat in dit station is een aanname geweest dat mensen zo snel mogelijk hun weg door het station moeten vinden. Ja. Dus met die aanname hebben we het voetgangersgedrag zo in kaart gebracht waar dan knelpunten ontstaan.
Nou, je ziet dus op dat filmpje zie je ook mensen in rode truitjes en in groene truitjes. Die komen dus uit de rode of uit de groene metrolijn. Dus je ziet precies waar ontstaan de opstoppingen en door wie worden die veroorzaakt. Je ziet het op dit plaatje, zie je het bijvoorbeeld in die rode stippeltjes. Daar heb je dan... In het berm kan komen, vertel verder. Je ziet in die rode stippeltjes van hoe mensen dus inderdaad... Daar staan mensen dus te dicht op elkaar. Hè? Ja. Dus dat, nou, en dan zien we hier linksonder zien we een risicotabel. Dat is hoeveel mensen accepteer je nou per vierkante meter. Dus hier staat bijvoorbeeld 1 of 2 mensen per 1 vierkante meter. Werd in dit station pre-corona nog geaccepteerd. Ja. Je kunt je voorstellen dat nu met corona dat die aannames heel erg gaan veranderen. En dat mensen nog maar 1 mens per 1,5 meter accepteren. Nou, waar gaan dan opstoppingen ontstaan? En door wie worden die opstoppingen eigenlijk veroorzaakt? Als je dat weet en je weet het gedrag in zo'n knooppunt, dan kun je daar ook in de ruimte ingrepen op doen. En ons doel daarbij is om zoveel mogelijk mensen een duurzame keus te geven. Dus de potentie die een knooppunt heeft, een station in dit geval, om die zo optimaal mogelijk te benutten. Want het probleem zit niet zozeer in de voertuigen, maar wel op de ruimte in en om het station. Maar hoe kan je er dan voor zorgen dat nu in coronatijd mensen eigenlijk nog wel de juiste keuzes blijven maken als je het hebt over het leefbaar maken van de straat. Dus meer collectief vervoer. Ik kan me voorstellen dat meer en meer mensen met de auto gaan nu. Ja, zeker. Maar hoe kijk je daar dan naar in zo'n onderzoek? Nou, hoe wij bij Sweco naar kijken is dat je hebt als je een station bekijkt, dan zijn daar meerdere functies. Enerzijds natuurlijk de transferfunctie, hè, die zie je heel sterk in dat filmpje bij Stockholm, zo snel mogelijk mensen erin en eruit. Maar met de woningbouwopgave die wij in Nederland hebben, er moeten 1 miljoen woningen bij in 2030. Die gaan we niet allemaal op het platteland kunnen zetten. Er zal toch een deel, en dat varieert van 10% tot de helft, zal ook in het stedelijk gebied moeten plaatsvinden. En stationsomgevingen zijn daarin heel erg belangrijk. Dus de voorspelbaarheid van hoe voetgangers zich gedragen in en om zo'n station is heel erg waardevol om ook zo'n gebied goed te kunnen benutten en ook goed te kunnen ontwikkelen. Ja. En dat kan gaan echt om ingrepen op de vierkante meter. Hè. Dus ga je een reclamebord wat nu zo staat, ga je dat schuin zetten zodat mensen er net iets makkelijker langs kunnen. Je ziet natuurlijk heel veel, laten we zeggen, obstakels, noem ik het even, in zo'n station, die nu bijvoorbeeld een commerciële waarde hebben. Nou, welke waarde ga je nog aan die commerciële zaken hechten als er ook een veiligheidswaarde is? Dus wij proberen vanuit Sweco om dat soort zaken gewoon op de vierkante meter werkelijk in balans te brengen, zodat je hier en nu ook andere keuzes kan maken. Met als uiteindelijke doel om te voorkomen dat iedereen met de auto dadelijk de stad in gaat. Want daar zijn we het over eens, dat willen we niet. Okay. En jullie hebben, Evelien, jullie hebben vanuit EMS, dat moet wel goed zeggen, vanuit EMS hebben jullie bijvoorbeeld ook het voorjaar de socialisting map gemaakt. Dat sluit je eigenlijk heel erg op aan. Ja, dat sluit je heel goed op aan, dat social distancing. Dashboard, hè, wat laat zien eigenlijk op welke plekken in Amsterdam je überhaupt 1,5 meter afstand kunt houden of niet. Ja. Dus er zijn plekken in Amsterdam waar de stoep eigenlijk niet eens breed genoeg is om afstand te kunnen houden als de auto daar ook gebruik maakt van de straat ernaast. Fascinerend. Voor de mensen die dat willen terugzien, we hebben daar een heel programma over gemaakt. We zullen op de website later dit programma ook bijvoegen, zodat je dat kan terugkijken. Erg fascinerend en een goede tip wat mij betreft. Ik ga naar Joyce van Brecht. En zij is onderzoeker bij de HVA. Joyce, ben je er inmiddels? Hoi. Hey, fijn dat je bij ons bent. Goed je te zien. Je houdt je bezig met gedragsveranderingen in openbare ruimte. Zie je ook dat verandert in coronatijd? Nou misschien om het wat specifieker te maken. Ik ben gedragsonderzoeker. Ik werk bij het lectoraat Psychologie voor een duurzame stad. Ja. En wij houden ons bezig met gedragsverandering op het gebied van duurzaamheid. We weten ook dat een heel groot aandeel hierin heeft het wegverkeer, waaronder personenauto's. Die stoten een hele hoop CO2 uit. Dus dat is ook een van de thema's waarop wij onderzoek doen. Nou, daar hebben we dus ook de afgelopen jaren in verschillende projecten hebben we gekeken naar hoe krijg je mensen nou uit die auto met dat hoge doel, het uiteindelijk verminderen van CO2. Maar we weten natuurlijk ook dat naast de negatieve gevolgen voor de uitstoot, hebben die grote hoeveelheid personenauto's ook negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van steden en leefbaarheid van steden. Dus
Nou, dat is eigenlijk een beetje het gebied waarop ik gespecialiseerd ben. Hoe krijg je nou mensen uit de auto? En nou ja, hoe krijg je ze nou aan alternatieven? En bij die alternatieven zitten wij vooral op elektrisch deelvervoer. Dus wat we nu zien is eigenlijk dat, of tenminste wat we in die onderzoeken zien, is dat normaal gesproken gaan, dus die autobezitters, die zijn zich eigenlijk helemaal niet heel erg bewust van de ruimte om hen heen en hoe ze die ruimte met de auto gebruiken. Dus dat komt enerzijds omdat mensen eigenlijk helemaal niet zo houden van verandering. Verandering kost ook tijd, kost energie. Dus nou, daar houden als het niet nodig is, dan doen mensen dat liever niet. En ten tweede is het ook nog eens zo dat hoe mensen met de auto omgaan is vaak ook een gewoonte. Dus mensen parkeren vaak een auto op dezelfde plek, nemen vaak dezelfde route. En waarom ze dat doen? Ja, dat doen ze omdat ze dat altijd al zo doen. Dus normaal gesproken gaan mensen helemaal niet zo bewust om met die buitenruimte. Dus je kan zeggen dat mensen eigenlijk helemaal niet rationeel een keuze maken op het moment dat ze op pad gaan. Je hoopt altijd dat je mensen kan overtuigen om andere vormen te gebruiken, maar dat werkt dan dus niet. Is dat ook een... Nee, nou ja, dat, voor een groot deel. Het is natuurlijk, we hebben het over algemeenheden, maar inderdaad, over het algemeen kan je zeggen dat mensen vaak de dingen die ze doen, dat op de automatische piloot gebeurt. Maar dat is best pessimistisch. Want dan denk ik van eigenlijk al die opgaven die we hebben om de stad leefbaarder te maken, meer ruimte om te spelen, meer ruimte voor klimaatadaptatie. Dat kan dan blijkbaar niet. Of ben ik nou echt te pessimistisch? Nee, dat is heel pessimistisch. Ja, nee, er zijn zeker kansen. Nee, we weten gewoon in ieder geval dat dit is hoe het is. Maar wat we wel kunnen doen is mensen... Nou, we weten dat dit zo is, maar wat we dan kunnen doen zijn eigenlijk twee routes. Of je kan meegaan in automatisme en zorgen dat je de omgeving zo designt dat mensen ook op de automatische piloot het juiste gedrag gaan doen. Bijvoorbeeld door wegen. We weten dat als je wegen breder maakt, dat mensen dan eerder geneigd zijn om sneller gaan rijden. Dus als je, maar ook bijvoorbeeld als je, ik weet dat er ook een keer onderzoek gedaan is waarbij er nijntjeborden langs de weg gezet werden, waardoor dus mensen herinnerd worden aan, oh, er spelen hier waarschijnlijk kinderen. Dan gaan ze automatisch langzamer rijden. Dus je kan inspelen op dat automatisme. Maar wat je ook kan doen is juist mensen er bewust van maken en mensen triggeren. Door bijvoorbeeld ze ook te laten zien van, hey, je kan ook anders met die buitenruimte omgaan. En dat is natuurlijk wat we nu ook inderdaad in deze coronatijd zien. Is dat de weg niet alleen maar functioneel is, maar het is ook, je hebt er ook iets. Je kan er ook daadwerkelijk iets mee. Je kan er ook iets leuks mee. Dus het is inderdaad een iets te pessimistische gedachtegang. Er zijn zeker mogelijkheden om dit te veranderen. Maar wat dus dan de zaak is dat je de juiste haakjes vindt bij mensen. En dat is ook wel wat... En wat voor haakjes zijn dat, bijvoorbeeld? Want we hebben ooit een keer ook een programma gehad waarin dan blijkt dat mensen helemaal anders kijken naar zo'n stad en naar het gesprek op het moment dat ze zien wiens huis onder water loopt, op het moment dat je niet iets doet aan regenstress. Is dat het dan? Nou, goede vraag. Ja, dus de grote uitdaging, denk ik, bij dit vraagstuk is dat mensen altijd... dat er heel veel verschillende soorten mensen zijn en dus ook heel veel verschillende soorten haakjes. Dus we kunnen niet zeggen van oké, als je dit nou bewust maakt, dan gaan mensen veranderen. Want sommige mensen gebruiken die auto vooral uit praktisch oogpunt. Sommige mensen gebruiken de auto juist omdat ze heel blij worden van in de auto zitten. En ook omdat het een statussymbool is. Dus dat maakt het wel uitdagend. Wat we wel zien is dat de reden waarom mensen nu die auto wel gebruiken, is vaak omdat het... omdat het dus een heel praktisch nut heeft. Omdat mensen denken dat het goedkoopste middel is. Terwijl het helemaal niet zo is. Ja. Dankjewel. Ja, mooi. Ja, dat is dus inderdaad gewoon die manier van kijken naar vervoer. Maar ook naar de openbare ruimte. Wat dus andere mogelijkheden met weg brengt. Ik zou heel lang met je door willen praten. Maar we lopen helaas. Moeten we letten op de tijd. Dus dankjewel, Joyce, voor deze uitleg. Gedaan. We hebben ook via Zoom hebben contact met Marco Brommelstroet, fietsprofessor verbonden aan de Universiteit van Utrecht als Urban Mobility Futures professor, maar ook schrijver van het boek De Recht van de Snelste. Marco, ook jij, fijn dat je er bent. Het moet je goed doen dat we het hebben over botsende belangen in de openbare ruimte, want dat gaat volgens mij in tegen ongeveer alles waar jij probeert over te praten, of zie ik dat verkeerd? Nou, er kwamen heel veel dingen voorbij waar ik inderdaad heel blij van werd, of in ieder geval energie van kreeg. Ja. Die botsen belangen. Het is inderdaad dat we steeds beter ons bewust worden dat we al
een decennia of 5, 6 net doen alsof dat niet zo is. Hè? Dat verkeerskundigen uiteindelijk alles op een technische manier kunnen oplossen. En dat we er steeds meer achterkomen dat die openbare ruimte eigenlijk vol zit met dilemma's. Ik vraag me soms wel eens af waarom het zo lang geduurd. Dat zien we toch allemaal gewoon. Maar ben blij dat we het nu gaan zien. En dat boek, Het recht van de snelste. Is het echt zo dat dus inderdaad we blijkbaar het overgeven aan degene die het snelste door de straat heen rijden? Dat is hoe we daarnaar kijken? Nou ja, kijk, het boek heeft iets van 120 verschillende titels gehad. En dit is uiteindelijk degene die we hebben gekozen. Het gaat vooral eigenlijk om het woordje het recht. Hè? Het is het idee dat er een soort van rechtsvraagstuk eigenlijk aan de hand is, terwijl we dat niet zien. Dus wat het boek probeert te doen, is aan mensen die niet naar dit soort bijeenkomsten komen, niet zo heel veel nadenken over de openbare ruimte en dus inderdaad bijvoorbeeld vanuit gewoontegedrag gewoon lekker in die auto gaan zitten en denken dat die straat iets is wat iemand anders bestiert. Willen we die mensen vooral laten zien, nou, het is dus onder andere, je kan het ook zien als een rechtvaardigheidsissue. De straat is ook een plek waar voor sommige mensen, voor anderen niet. We hebben het net al gehoord, er wordt gewoon gezegd, voetgangers hebben te weinig ruimte als auto's die straat gebruiken. Ja, maar hallo, wacht eens even. Dat is toch helemaal geen uitgangspunt? De stoep is een bedenksel om dat op die manier te faciliteren. Dus daar kunnen we wat van vinden. En dat mensen laten zien dat je er wat van kan vinden, dat is denk ik de essentiële inzet. Maar jouw verhaal is dus inderdaad van, het is een keuze hoe we onze openbare ruimte inrichten. En het is ook een keuze dat we dus, wat is het, 70-80% van de openbare ruimte besteden aan één vorm van mobiliteit. Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, het gaat niet alleen over de openbare ruimte. Net bijvoorbeeld, ik zit te luisteren naar, hoe krijgen we toch mensen uit de auto? Ja. En dan denk ik, ja, dus we hebben een systeem waar we 21 miljard per jaar aan publiek geld dat autogebruik subsidiëren. We maken een maatschappij waarbij mensen afhankelijk worden van de auto. We bieden ze vervolgens voertuigen aan waarmee ze 200 kunnen rijden. En dan gaan wij nu keihard ons best doen om toch die ingewikkelde vraag van hoe krijgen ze daar weer uit? Nou, als we mensen uit de auto willen halen, als we dat echt politiek willen, dan kunnen we dat morgen nog realiseren. Dus ik denk dat we ook moeten inzien dat we, als we dit probleem echt willen oplossen, dat we ons niet blind moeten staren op dat de politieke wil er schijnbaar niet is. En een van de redenen, denk ik, is dat we zitten telkens in een soort single loop learning. Mensen moeten uit de auto, nou, dan moeten ze op de fiets. Ja. Mensen moeten uit de auto, dan moeten ze nu in, wat hoorde ik net, elektrische deelvoertuigen. Maar dat is geen verandering van de echte vraag. Dat is alleen maar een soort van een nieuw surrogaat, zodat we weer een tijdje verder kunnen. Ja. Dus het is een verandering van de bestaande kaders waar we al nu werken. Wat voor waarde kan je plakken aan die openbare ruimte? Want die waarde heb je natuurlijk nodig om een nieuwe kijk naar de stad te creëren. Hoe kijk jij daarnaar? Wat zijn je ideale knoppen waar we aan zouden moeten draaien, wat jou betreft? Ja, als Urban Mobility Futures professor, trouwens aan de Universiteit van Amsterdam, niet, je zei per ongeluk Utrecht. Oh, maar gelukkig. Ja. Dus ik zit ook in Amsterdam. Amsterdam inderdaad, de Universiteit van Amsterdam, uiteraard. Zou ik daar helemaal geen antwoord op hoeven geven? Hè? Ik, als wetenschapper wijs ik erop dat er waarden zijn en dat we dus waardediscussies moeten hebben die we nu niet hebben. Bij de komende Kamerverkiezingen is er waarschijnlijk geen discussie-debatavond over wat politieke partijen vinden van mobiliteit. Dat is niet eens een topic. Dus waar wij als sociale wetenschappers kunnen wijzen is dat er zitten dus allerlei waarden onder die we te lang voor lief nemen. Waar veel meer discussies over zouden kunnen zijn. Het wordt geframed als de straat als een soort technisch vraagstuk. Voor hoeveel kunnen we dan het beste dat allemaal verdelen? Terwijl daaronder liggen allerlei waarden. En één manier om dat inzichtelijk te maken is dan een extreem andere waarde inbrengen. En dat is hier, vind ik altijd heel sterk, is het waarde van het kind. Ja. Dus het idee dat wij onze kinderen van 4 jaar al aanleren dat de straat niet voor hun is. En dat eigenlijk als zij op weg gaan naar buiten, dat ze dan het gevaar lopen om dood te gaan. En dat we dat voor lief nemen, vind ik altijd heel interessant. Van als je die waarde nou centraal stelt, hoe zou onze stad er dan uitzien? En dan niet om het een of het andere, de andere waardediscussie daarin mee te beslechten, maar door wel aan te geven van, hey, je kan je daar dus in positioneren. En ik hoop heel erg dat, en dat zien we nu ook al met het boek in de hand, dat heel veel wethouders vooral dat nu beseffen. En dan gelukkig niet altijd de wethouder verkeer, maar ook de wethouder gezondheid bijvoorbeeld. Ik hoop heel erg dat we dat debat ook gaan zien op het landelijk niveau, waar we 8 miljard per jaar uitgeven aan het verspijkeren van onze straten, zonder dat we daar een waardediscussie over hebben. Evelien, hoe zou je er naar kijken? Want je hoort inderdaad van, je kan de straat ook anders inrichten vanuit kind. Mm-hmm.
Zijn dat ook aspecten die meegegaan zijn in jouw onderzoek? Nou, ik vind wel heel mooi en ook heel interessant wat hij zegt. En tegelijkertijd zou ik ook willen zeggen, er is ook al best wel veel veranderd. Hè? Want dat filmpje wat we eerst zagen van de jongen in de pijp, dat ziet er al heel anders uit. En ik vind juist bij de inrichting van de straten, daar kunnen we zien hoe ver we ook al gekomen zijn. Als je die plaatjes ziet, nou, denk aan Utrecht, aan de grachten die weer opengemaakt zijn, maar ook in Amsterdam. Die foto's van hoe de straat enorm domineerde, de stad domineerde, nou zeg 30 jaar geleden. En hoe dat op heel veel plekken al veranderd is, dat is ook wel een heel mooi voorbeeld van als we andere waarden hebben. En als we andere dingen belangrijker vinden, hoe ver we ook kunnen komen. En dat we dan dat nog verder moeten gaan. Dat is ook belangrijk. Hè? En andere waarden. Maar ik vind het ook wel juist een mooi voorbeeld van waar ook al heel veel veranderd is. Zeker als je het ook vergelijkt Amsterdam met andere steden in de wereld. Maar dat jongetje wat dan op de video in de jaren 70 heeft over ik wil meer ruimte. Ik hoor dat verhaal eigenlijk nog steeds. Ja, heeft hij dan meer ruimte gekregen? Of is het... Nou ja, ik heb laatst een mooie rondleiding gekregen door de stad. En daar fietste ook door de pijp. En dat ziet er niet meer zo uit zoals op dat filmpje met heel veel geparkeerde auto's. Het is al veel groener. Ik denk dat de stoep ook al meer ruimte heeft gekregen. Dus ik denk dat de stad ook al veel leefbaarder is geworden in dat opzicht. En dat we ook al veel meer gemengd gebruik hebben van publieke ruimte. Ja. Waarbij ook de fiets en ook de voetganger steeds belangrijker wordt. Maar dat is bijvoorbeeld de Frans Halsbuurt. Dat is inderdaad zo'n buurt waar je dus inderdaad zag dat op het moment dat mensen hoorden dat hoe dat met regenstress gaat, dat het inderdaad, het is misschien toch wel handig dat er een boom kan blijven staan. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk dan best wel positief. Dan denk ik van, we gaan eigenlijk wel de goede kant op. Nou, ik denk dat we nu ook wel... Ik denk dat we altijd geweten hebben hoe belangrijk groen bijvoorbeeld is. Ja. Hè? Voor vestigingsklimaat, voor het fysieke klimaat, voor gezondheid. Maar dat we door de lockdown dat wel geland is op de een of andere manier. Hè? Dat we dat echt gevoeld hebben. Dus niet alleen weten met ons hoofd, maar ook wel meer ervaren hebben van mensen die er wonen, die in de stad actief zijn. Dus ik denk dat de stad wel veel groener moet. Zeker naar de toekomst toe met warmere zomers, met meer regen en zo. Dus dat groen steeds belangrijker wordt. En dat ik hoop dat door deze situatie die we nu hebben, dat we gevoeld hebben hoe belangrijk groen is. Dus niet alleen weten, maar ook echt voelen. En dat we daardoor daar meer in gaan investeren. En Marco, herken jij dat in jouw werk van de afgelopen tijd ook, dat het inderdaad het beeld van de straat veranderd is bij mensen? Heb je dat niet? Ja en nee. Niet in de zin waar nu net over gesproken wordt. Hè? Want dat er daar iets meer groen bij komt. En dat we het iets anders gaan inrichten. Dat is nog steeds geen paradigmatische verandering van hoe we kijken naar de openbare ruimte. Het is nog steeds het domein van de wethouder verkeer. En nog steeds niet het domein van bijvoorbeeld wat in Parijs wel gebeurt, waar nu een wethouder 15 minuten de stad komt. Dat is een paradigmatische verandering. En niet we gaan het nog iets op een iets andere manier optimaliseren. En dan wil ik ook even wijzen, als we het over Amsterdam hebben, ga ook alsjeblieft een keer naar Oostdorp. En ga eens kijken hoe 140.000 mensen in Nieuw-West wonen. En hoe groen het daar is en hoe autogericht het daar is. Dus ja, natuurlijk in de binnenstad van Amsterdam heeft het gebrek aan ruimte heeft ons al eerder doen beseffen dat er dilemma's zijn en die op te lossen zijn. Maar ik denk dat het naïef is om nu te zeggen van nu hebben we de sleutel wel gevonden hoor. Er zijn 9 miljoen auto's in Nederland, per dag 70 zware ongevallen, 2 doden. Dan vind ik het een beetje vreemd om te zeggen maar we doen het beter dan andere landen. Ja, daar is het nog slechter. Maar laten we hier dan als de voorbeeldrol blijven vervullen. En ik denk om dat te blijven doen, moeten we echt durven nadenken over de paradigma's en de wereldbeelden die onder ons denken liggen. En dan moeten we dus ook andere stemmen aan tafel. En niet dezelfde ingenieurs nu een iets andere opdracht geven. Nou, ik bedoelde ook met dat verschil dat je juist al heel mooi kan laten zien hoe ver we al kunnen komen. Hè, mag ik nog wat zeggen? Graag. Want de Frans Halsbuurt inderdaad, hè, die mensen willen daar dus een woonerf. Dat wordt dus tegengehouden door de commissies bij de gemeente. Die zeggen, maar een woonerf dat past uiteindelijk niet binnen de manier waarop we straat inrichten. Het moet toch een 30 kilometer straat worden. Dus heel leuk dat het daar wat groener is. Maar die bewoners willen dus echt nog steeds wat anders dan de verkeerskundigen uiteindelijk beslissen. En uiteindelijk is het nog steeds zo dat de verkeerskundige afdeling beslist. En volgens mij moeten we daar, als het echt anders moet, dan vraag ik me af van waarom is het niet zo dat de wethouder gezondheid of de wethouder kinderveiligheid. Waarom staat dat niet ter discussie? Ik denk als dat niet ter discussie staat en straks de lockdown voorbij is, dan zie ik niet waarom wij tot heel andere oplossingen gaan komen. Ik denk dat dat naïef is. Dankjewel, Marco.
Het is inderdaad... Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. De ruimte is van ons allemaal. En de ruimte is heel belangrijk voor de stad, voor alle domeinen van de stad. En daar heeft hij absoluut een punt. Het verkeer is één en mobiliteit is één van de belangrijke factoren van die de ruimte gebruikt. Maar daarnaast moeten we natuurlijk een stad hebben die zo gezond mogelijk is, die zo veilig mogelijk is en duurzaam mogelijk is. En daar moet niet mobiliteit de belangrijkste rol in spelen. Dus daar ben ik het absoluut mee eens. Maar wat kunnen wij dan doen om dan die volgende stap te krijgen, om dat te komen? Ik denk dat we dat in de wetenschap ook wel zien, hè, maar dat moet ook wel terechtkomen in de stad zelf. Hoe belangrijk ruimte is voor gezondheid, voor welzijn. En hoe belangrijk gezondheid en welzijn is ook voor de economie van de stad en voor het functioneren van de stad. Want met tevreden, gezonde mensen kan je met elkaar de stad verbeteren. Maar je ziet ook mensen, er is ook onrust op plekken waar het veel minder goed toeven is, zeg maar. En waar mensen toch de toekomst minder rooskleurig zien. Duidelijk. En Danielle, interessant verhaal volgens mij. Ik popel natuurlijk om te reageren op de opmerking van Marco. Die zei, we gaan niet weer alle ingenieurs dezelfde opdrachten geven. Nou, ik wil hem heel graag geruststellen. Dat is absoluut niet aan de hand. En een van de dingen die we bij Sweco juist doen... Herken je wel wat hij zegt? Want als ik herken zeker uit het verleden. En zijn boek is natuurlijk door al onze collega's gelezen en omarmd en herkend ook. Dus zeker, dat is waar we vandaan komen. Maar als je nou vraagt waar willen we naartoe, dan is het beeld waar we naartoe bewegen is echt anders. Hè, als wij vanuit we werken vaak in opdracht van gemeenten. Nou, ten eerste zien we vaak bij gemeenten naast wethouder mobiliteit, dat er bijvoorbeeld is wethouder mobiliteit en klimaat. Hè, dat komt al meer bij elkaar. Of wethouder mobiliteit en ruimte. Dus ook op bestuurlijk niveau vinden echt veranderingen plaats. Misschien niet zo snel als we zouden willen, maar het is daar. En krijgen wij een vraag over parkeren, dan is onze eerste vraag terug altijd. Heeft u die parkeerplaatsen allemaal wel nodig? En heeft u de alternatieven ook bekeken? Ja. En ik denk ik noemde al even de woningbouwopgave die komt. Als we kijken naar hoe we die ruimtes gaan inrichten en welke parkeernormen we daar bijvoorbeeld zullen hanteren, dan zal daar automatisch ook een ander gedrag uit ontstaan. Want het is natuurlijk ook niet van mensen te verwachten dat als jij gewoon twee auto's voor je deur hebt staan op de oprit en je moet een brandgangertje achter voor je fiets, dat je die auto's niet pakt. Ja, dat is wel hoe het nou één keer is ontstaan. En dan kun je, vind ik, ook mensen niet kwalijk nemen dat ze zo'n keus blijven maken. Ja, maar we kunnen wel hard werken. Wat gezegd wordt, want wat ik het tof vind aan juist het hele idee van dit boek en van het verhaal, is dat hij zegt, en dat is een enorme open deur, maar hij zegt, de toekomst staat niet vast. Je hebt keuzes. We helemaal mee eens. Anders inrichten. Ja, absoluut. We kunnen andere keuzes maken voor de openbare ruimte. Ja. En wat ga je hierna nog doen met dit onderwerp? Komt er een vervolgonderzoek? Kan je die nieuwe map verder uitrollen? Nou ja, ik ben uiteraard heel benieuwd hoe mensen het nu ervaren. Dus daar wil ik graag vervolgonderzoek op doen. Want de lockdown was echt een bepaalde snapshot van een bepaalde heel specifieke tijd. Nou, hoe is het nu dan? Want er zijn best wel dingen veranderd. Hè? We reizen minder naar ons werk bijvoorbeeld. We hebben misschien meer een modus gevonden dat we ook plekken in de stad of plekken in onze omgeving zijn gaan herwaarderen die we eerst niet zagen, omdat we gewoon veel meer thuis zijn. Dus ik wil ook wel graag weten en ook onderbouwen door data van hoe mensen nu, hoe dat welzijn is, maar ook hoe dat gekoppeld is aan hun fysieke omgeving en of mensen andere voorkeuren krijgen daardoor. Mooi. Ik wil iedereen bedanken voor, want we zijn aan het einde van dit tweede uur van We Make the City Marathon. Dit jaar, zoals jullie voorbij zien komen, gaan we 12 uur lang uitzenden met een hele hoop programma's. Die programma's zijn gewoon apart te kijken. Over onderwerpen, hoe resetten we onze samenleving? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze toekomst, dat voor ons is, dat we daar de juiste keuze in maken. En dat we keuze maken waar we niet later spijt van krijgen. Hierna gaan we het hebben over de vraag, wat zijn digitale rechten? Dat komt over een paar minuten. We gaan het natuurlijk later nog een keer hebben over voedsel, over circulaire economie. Eigenlijk over de vraag van wie is onze stad? Blijf gewoon kijken. We doen dat met een hele hoop partners die net in beeld kwamen, waar we het samen doen. En ook met een hoop mensen hier in huis. Dus het is een mooie dag volgens mij. Ik wil de mensen hier waar ik vandaag mee heb gesproken van harte danken. Natuurlijk Alexander de Hoge,
Joyce van Brecht van de HVA. Joyce, 2 seconden. Wat is het volgende wat je hierna gaat doen? Heb je nog een mooi onderzoek? Oh, ik hoor je niet. Het geluid komt van Joyce niet door, helaas. Maar Joyce, hartstikke bedankt. Alexander, heel erg bedankt. En Marco, uiteraard van de Universiteit van Amsterdam. Enorm bedankt dat je er vandaag wilde zijn. En hier aan tafel, Evelien van Leeuw van EMS Instituut. Dank je wel. En Danielle de Bruin van Sweco. Heel erg bedankt. En jullie bedankt voor het kijken. Over een paar minuten gaan we verder. En tot de volgende keer. Mm-hmm. Dag. Het coronavirus houdt ons land in de rem. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd.